Review-vrienden, hoe is het met jullie? Ja, hier gaat het niet goed, ik geef het gewoon eerlijk toe. Ik was gisteren naar een bepaald spelletje, een bepaalde wedstrijd, voetbal, en ik heb me daar verschrikkelijk lopen vervelen. Ik ben toch laat thuis en denk ja, heb ik Max Verstappen voor laten schieten. God, zou me kraken. Nou ja. Wat zit er onder een doosje? Wat heeft daar een beetje opgestuurd? Laten we eens gaan kijken. Godverdomme, ik heb er echt zin in vandaag. Nee, ik heb er geen zin in vandaag. Ik geef het gewoon even toe. Ik heb er vandaag gewoon geen zin in. Ik ben moe. Ik ben verdrietig. De herfstdepressie ligt op de loer. Doe zo lang voordat het weer lekker weer is. En hebben we al dat gezeik nog met die... Al die types met die mondkapjes in die supermarkt en zo. Croissantjes. Ja, ik geef eerlijk toe, ik zit er niet lekker in. Ik geef het gewoon eerlijk toe. Ik kan niet elke dag vrolijk zijn. Het is vandaag niet gelukt. Nou, 3 croissantjes. Oh, wat leuk. Dit komt van een supermarkt vandaan. Dit is een supermarktzakkie. Ik schat dat dit Albert Heijn is. Want... Die heeft van dit soort zakjes voor zijn kleinbrood. Nou, dan hebben we hier een croissantje. En dan hebben we hier nog een croissantje met zwarte stippels. En dan hebben we hier nog een croissantje met witte stippels. Ja, dit wordt niet leuk vandaag. Ik ga wel even een plankje halen. Dat krummelt altijd in die troep, joh. Wat een dag. Ben ik weer. Zo. Dit is het gewone roomboter croissantje. Dat noemen ze dan bij Appie, want daar komt het vandaan, ga ik vanuit, het luxe croissantje. Het raar is dat je niet een niet-luxe croissantje hebt. Dus waarom dit een luxe croissantje is, dat mag Jozef weten. Maar goed, nogmaals, het is niet mijn beste dag. Ik heb er niet zoveel trek in. Dan hebben we hier het chocolade croissantje. Daar zit de chocolade op. En dan is dit het kaaskroissantje. Ja, er zit een kaas op. Wat mij al een beetje irriteert, maar nogmaals, is dat dit croissantje het croissant vormpje heeft en deze croissantjes niet. Die zijn dan recht. Waarom moet dat dan opeens recht? Een croissantje heeft deze vorm. En dan hoor ik jullie op een gegeven moment denken. Dat is niet waar, ik hoor jullie helemaal niet denken, maar dat zeg je dan. Waarom heeft dit croissantje eigenlijk deze vorm? Nou, daar komt die jongens. Jullie denken natuurlijk, ja, dat komt uit Frans. Allee, Français. Het is misschien een haarstukje van iemand geweest. Of misschien een baard van iemand. Of waarom doen ze eigenlijk deze vorm? Nou, ik zal je vertellen waarom. Dit is de halve maan. Ja, dit is het islamitische teken. Ja, het croissantje is bedacht door moslims. En daarom is het een halve maan. Ja, zit je dan met je goede gedrag? Wist je niet, hè? Weet je het nu? Het chocolade croissantje komt volgens mij wel uit Frankrijk. En het kaas croissantje, dat maken ze overal. Het kaas croissantje is waarschijnlijk met die vieze, bittere kaasprut, wat zo uit een oor kan komen. Maar goed, laten we beginnen met het... Gewone deluxe croissantje. Het is een plofferig croissantje. Hij is van de buitenkant wel hard. Dus hij is wel nog afgebakken. Hoe is de smaak? Ik vind vaak croissantjes saai. Niet heel erg lekker. Een goed croissantje is fantastisch. Een gewoon normaal croissantje is... Hoe is het luxe croissantje van de Albert Heijn? Het luxe roomboter croissantje van de Albert Heijn is dodelijk saai. Er zit eigenlijk geen smaak aan. Een goed croissantje proef je het lekkere deeg. Er zit een smaak aan. Dit smaakt naar niks. Het luxe
Roomboterkazantje van Albert Heijn is verschrikkelijk saai. Geen reet aan. Dit is gewoon een stom kazantje. Hoe zit het dan met het chocoladekazantje van Albert Heijn? Nou, je verwacht het niet, maar er zit een chocola in. Het is waarschijnlijk hetzelfde kazantje. Dus ik neem aan dat ik het niet lekker vind. Want ik hou niet zo van chocola. In ieder geval niet van goedkope chocola. Ik hou wel van kazantjes als ze lekker zijn. En dat blijkbaar is dat dan moeilijk van Albert Heijn. En mensen die nu denken, hiervoor zit ik niet te kijken, want ik wil het een beetje leuk houden. Ik kan ook wel eens mijn dag niet hebben. Het chocoladekazantje is eigenlijk een minder vervelend kazantje. Deze is dan de luxe vorm. Dit zal de minder luxe vorm zijn. Deze heeft eigenlijk minder last van smaakloosheid. Komt dat door de chocola? Nee. Hoe is het chocoladekazantje? Jezus Christus, lijkt wel of niemand zijn gat zitten te kijken. Nou, wat hebben ze hierin gepleurd? Ze hebben hier een hele goedkope Nutella soort ingedaan. Zoals je ziet. En dat hebben ze nog eens leuk gemaakt met een schep suiker. Je proeft dus ook nog de suikerkorrels in de chocoladeprut. Het is overdone. Je proeft eigenlijk het kazantje niet meer. Je proeft eigenlijk alleen nog maar die hele vieze, gore chocoladepasta. En niet het niveautje Nutella, kan ik je vertellen. Maar echt een niveautje huistuin- en keukenmerk met een schepje suiker erbij. Het is gewoon niet lekker. Wordt het dan nog leuk, Jan? Nee. Want we gaan nu naar het kaaskazantje. En dit is het probleem van het kaaskazantje. Hier, ga ik je nu laten zien. Komt die. Kaasprut. Verkopen ze gewoon. Ik denk dat er gewoon een bedrijf is die zegt, die heet kaasprut.nl. En daar kopen al die bakkers die iets maken met kaasprut erin. Hun kaasprut. Het gekke is, dat ik, nou, het is eigenlijk niet zo gek. Ik vind dit wel het lekkerste kazantje van alle drie. Die is zoet, die is smakeloos. Deze is tenminste nog een beetje zout van de kaasprut. Maar is het een lekker kaaskazantje? Nee. Ja. Hij is van binnen sompig. Het komt door die natte kaasprut, is hij van binnen sompig. Is dat lekker? Nee. Nee, dat is niet lekker. Ik wil dat die kaasig is, dat hij echt naar kaas proeft. Zoals een ouderwetse kaasstengel bij de bakker. Als je die haalt, een kaasstengel bij de bakker. Dat proeft toch lekker naar kaas? Dat heeft toch een lekkere kaasbasis? Waarom doen ze dat dan niet bij die kazantjes? Hier, waarom douwen ze daar dit soort prut in? En denken ze, nou, klaar is Clara met mijn kaasprut. Hier. Ja. Dat is niet de nakketakken, joh. Verschrikkelijk. Nee, ik word er ook niet gelukkig van. Tijd voor de cijfertjes. Ik dacht zelf toen ik die zak croissants onder de doos vandaan haalde, dat dit een leuke review zou worden. Dat iedereen hier blij van zou raken. Het antwoord daarop is nee. Ik word hier niet blij van. Het roomboterkazantje, het chocoladekazantje en het kaaskazantje van de Albert Heijn is niet te bunkeren. Ja. Het chocoladekazantje is echt vies. En het kazantje aan zich, het broodje, is niet eens zo heel vies. Die is bijvoorbeeld nog lekkerder dan het zogenaamde roomboter luxe kazantje. Alleen, ze hebben dus al gore chocoladepasta ingedouwd. Vieze, natte meuk met harde stukjes suiker erin. Het overheerst. En het kazantje is al niet al te best, maar ja, dit slaat helemaal nergens op. Die krijgt van mij een 4. Het kaaskazantje heeft het meeste smaak van de alle drie. En dat is niet zo gek, want er zit namelijk hele zoute, bittere, ik wou zeggen oorsmeer, maar kaasprut in. En dat is dus nat. Dus je hebt hier een heel vies, nat kazantje met bittere kaasprut erin. Dat noemen wij dus ook een wanproduct. Nou, die krijgen dan van mij ook een 4. En de roomboter croissant, en dan maakt het eigenlijk interessant, want dit is dan de luxe roomboter croissant, is smakeloos. Het doet niks. Een croissant maakt je meestal dat je denkt, oh, oulala, een croissant. En hierbij denk je, gadverdikke, er is ook niks. Smaakt naar niks. Smakeloos croissantje. Ik krijg een 5. Ja, een bloedbad onder de croissants.
Heeft waarschijnlijk ook wel met mijn humeur te maken. Met die voetbalwedstrijd, met het weer, met alles. Maar het is niet best. Ik hou wel een stukje beter. Dus als je croissants koopt, doe het niet bij Albert Heijn. Ja. Of ze moeten ook maar gaan sponsoren. Dan weer wel. Want ook ik ben te koop. Nee hoor. Jawel, eigenlijk wel. Nou, dag.